Ik hoop dat het een meer fijn jaar wordt zonder mondkapjes. Ja, dat is een goeie inderdaad. Oh, ga je zitten? Ja, nou zit Jas even voorbij. Dus ik ga even tv kijken. En ik ga maar... echt een bizarre film. Echt een aanrader om te zien. In ieder geval, het is een documentaire film. Gelijk je pyjama zien. Hij is zo leuk. Die heeft ze voor de kerst gekregen. Met op je hoofd? En nog een masker. Een slaapmasker. Ik vind hem chic. Zo ziet eruit als ik aan het slapen ben dan. Ja, echt super cute vind ik hem. Met mijn stofjes aan. Ja. En ik ga vandaag mijn oma logeren. Ja, maar dat is pas vanavond. Voor nu ben je nog even lekker bij mij. En het zo is maandag. Mama. Ja. En... even thee zetten. Mama, want ik moet even goed wakker worden. Ik ben wel gedoucht, aangekleed. En nog niet zo wakker eigenlijk. Vandaag gaan we gewoon even weer een beetje orde proberen op zaken te krijgen in huis. Want we kunnen toch niet veel en het is echt rot weer. Dus we gaan gewoon even kijken wat lukt. Het is bijna nieuwjaar. Het is bijna nieuwjaar, ja. Laten we hopen op een veel beter jaar, hè, dit jaar. Ja, weet je wat ik in de agenda? Ik hoop dat het een meer fijn jaar wordt zonder mondkapjes. Ja, dat is een goeie inderdaad. Deze is nu al leeg, maar we hebben klikjesdag. Ruimte in de koelkast en zonder als we alles weg moeten gooien. Lekker hem op, zo eten. Ja. Oh, ga je zitten? Ja, nou zit Jas even voorbij. Ik ben gezellig met Denise. En ik ben nog met Sarah, maar Sarah gaat zo weer weg. Dus het is hier, iedereen loopt in en uit vandaag dag een beetje dan, hè. Dus, ja, papa, Marco is ook al thuis. Dus die brengt Sarah zo naar oma. Die gaat daar een nacht logeren. Zo'n dag? Ja. Met je armen. Dan moet je wel leuk gaan kijken, want nu kijk je niet meer. Nu kijk je een beetje... Is dat je dan? Oh, nou durf je niet meer. Maar het was schattig. Je speelt te veel met jongens. Krijg je dat soort gedrag? Ik heb best wel veel gedaan net en ik ben gewoon nog steeds niet helemaal hersteld. En Sarah is nu richting oma met papa en Denise is naar huis. Dus ik ga even tv kijken en ik ga My Octopus Teacher kijken. Ik heb echt gehoord dat die echt waanzinnig is. Dus ik ben super benieuwd. En ik heb thee gezet en ik ga gewoon even relaxen, bijkomen totdat Marco weer thuis is. Zo, onscherp. Ik heb een vlek mijn lens hier. Ja, was iets beter. Echt een bizarre film. Echt een aanrader om te zien. In ieder geval, het is een documentaire film. Nu aan het koken. In ieder geval Marco en ik samen een beetje om en om. We eten zo risotto. Ze reizen natuurlijk niet. En we hebben gelijk soep gemaakt vast voor morgen. Soep is sowieso lekkerder als het een dag heeft gestaan, vind ik. Dus die staat ook al zo goed als klaar. Die hebben we hier staan. Een lekkere verse tomatensoep gemaakt. Dus morgen sowieso niet hoeven koken. Alleen hoeven op te warmen. Dat is ook op zich wel prettig. Oh, maar ik heb honger nu. We eten een stuk later. Normaal eten we rond 6:30. En het is nu al bijna 7:30. Wij hebben net de Hunger Games gekeken. En ik vind het eigenlijk best wel leuk dat Netflix al die oude films er opeens op heeft staan. Want nu kijk ik allemaal films die ik eigenlijk nooit gezien heb. En die ik toch nog wel een keer wilde zien. En het zijn al 4 films. We hebben er 1 gekeken. Maar die andere 2 komen natuurlijk ook. Ik heb ook even geëdit en al die dingen. Dus ik heb het uiteraard weer te laat gemaakt. En nu ga ik dus naar mijn bedje. Zo, die aan. Dus, ik wil de vlog nog wel even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!